Ja, maar wat een fantastisch blijspel is dit. Oh, thank you, sir. Ja. Dank u wel. Ja, maar het is echt interactief. Interactief, yes. We are trying to make it more fun, of course. Ja. En dat lukt jullie. We think so, yes. It is very funny. Yes, do you think it funny? Ja. Alright. Ja, maar het blijspel heeft ook een serieuze ondertoon. Zeker. We zijn natuurlijk nu 75 jaar bevrijd. En dat moet natuurlijk zeker gerespecteerd worden. En met dit blijspel kunnen we dat zeker doen. Kunnen we zeker een mooie rol in vervullen. Wat kun je in kort vertellen waar het blijspel over gaat? Ja, toch een beetje over de oorlog wel. Hè? Toch met een serieuze ondertoon, maar wel heel veel humor erin. En het komt er eigenlijk op neer dat we onderduikers hebben. En dat de NSB daar niet mag achterkomen. En er komt toch een mooie twist bij. Dus daar gaan we niet veel over zeggen. Dick, jullie schrijven dit allemaal zelf, hè? Ja. Ja, we zijn in maart zijn we begonnen. En we hebben onszelf in mei was het, hebben we ons opgesloten in Duits bungalowpark. Om even ongestoord door te kunnen schrijven. Nog even over het blijspel, want het is echt interactief. Ja, we werken hier met beeldmateriaal en we hebben er oude radiofragmenten van Radio Oranje en krantenknipsels. Ook eigen gemaakte filmpjes. Zoals ik begrijp, alle voorstellingen zijn uitverkocht. Ja, inderdaad, alle voorstellingen zijn uitverkocht. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar... Ja, maar er is een maar. Er is een maar. 2 mei hebben wij een extra uitvoering gepland in Dalfsen in de Trefkoele Plus. En wij hopen dat die ook weer volkomt.